En de centrale markt Paramaribo en de vreedzaammarkt, oftewel Brunsiboyo, worden vanaf morgen voor 5 dagen gesloten. Het is weer tijd om de markt een grondige schoonmaakbeurt te geven, zegt Anouska Sajoumizir, vervangend marktmeester. Ze zegt verder dat de vreedzaammarkt dit jaar erbij is gekomen, omdat de financiële middelen deze keer wel toereikend zijn. Sajoumizir legt uit wat er de komende 5 dagen zal gebeuren in en rondom de markten. De markt gaat gewassen worden. Bepaalde vervallen standjes die gaan afgebroken worden. In geval er metselwerkzaamheden zijn. Dus dat alles zo'n beetje dat bij de schoonmaakbeurt houdt. Dus we gaan het wassen doen. We krijgen ondersteuning van verschillende actoren zoals SWM, waterleiding, de politie, BBS, BOG, de brandweer. En dan gaan we het wassen doen met de gedetineerden en marktteam. En het bespuiten, dat wordt onder toezicht gedaan van BOG. En waarom is er dit keer ook voor de vreedzaammarkt gekozen om die ook schoon te maken? Het is eigenlijk zo dat de vreedzaammarkt ook natuurlijk erbij hoort. Waarom het de vorige keer niet is gedaan, omdat we dat niet konden doen. Onze budget was niet toereikend, maar we hebben gespaard en het gaat lukken dit keer. Sajoumizir zegt verder dat er 5 dagen zijn uitgetrokken om de markten schoon te maken. In geval het niet lukt, zullen zij doorgaan tot zondag. Het streven is wel dat de markt maandag haar deuren weer opent voor het publiek, verduidelijkt ze. De vergunningsvoorwaarden voorhouden dat de marktventers eigenlijk dagelijks ook al bezig moeten zijn met het schoonhouden van hun stand. 2 meter rondom hun stand. Ze moeten voorzien zijn van een vuilcontainer of een vuilzak. En laat me eerlijk zeggen, niet ieder houdt zich echt aan de regels. Dus vandaar ook eigenlijk de grote schoonmaakbeurt. Het is verplicht. Het is een markt. We zijn bezig met het verkopen van vis, vlees en groentesoorten. Dus hygiëne staat aan top. Dat is de eerste vereiste. En conform de vergunningsvoorwaarden, ja, moet men eigenlijk aanwezig zijn om dan hun stand schoon te maken, schoon te borstelen. Alle anacite, dat alles weg te halen. De Jodenbredestraat wordt afgesloten en dan dat de mensen daar gaan staan in geval ze willen verkopen. Wat ons wel is opgevallen is dat de meeste marktventers dan ook vakantie nemen. Hoor. Ze komen niet echt daar staan. Je ziet want we gaan meestal checken. Je ziet dan heel andere gezichten. Maar goed, het is afgesloten. Het is voor hun. Dus wie eerst komt, die eerst maalt. Ze mogen daar gaan staan voor de dagen. Je kan de mensen ook niet 5 dagen lang roedeloos laten. Dus wij houden rekening met het gedeelte. Anouska Sajoumizir, vervangend marktmeester van de centrale markt Paramaribo. We spraken haar naar aanleiding van de grote schoonmaakbeurt die de markt zal ondergaan. De centrale markt Paramaribo en de vreedzaammarkt zullen vanaf morgen tot en met zaterdag gesloten zijn.